Maatjes Gezocht is een initiatief van het Oranje Fonds en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Vandaag in Maatjes Gezocht. Zoek Willem iemand met een scherp oor. En kan Rianne wel wat hulp gebruiken bij het bakken? Nee joh, die zijn nog niet goed. Maar die zijn toch nog lang niet goed? Nee. In ieder mens schuilt een maatje. Door zoiets simpels als boodschappen te doen voor je gehandicapte buurvrouw of een vluchteling helpen met taalles kun je al een heel groot verschil maken. Ik ga langs bij mensen die wel een maatje kunnen gebruiken. In de hoop dat jij hetzelfde zou doen. Dit is Maatjes Gezocht. Vandaag ben ik voor één dag het maatje van Nick. Nick woont in een woongroep voor meervoudig beperkten. Hoewel hij het daar naar zijn zin heeft, verveelt hij zich best vaak. Hey, goedemorgen. 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 Jij moet Nick zijn. Ja. Hoi, ik ben Frans. Ja. Hey Nick, we gaan vandaag iets leuks doen. Ik heb een verrassing voor je. Ja. Ben jij helemaal klaar? Moet je een jas aan of kun je gelijk mee? Nee, gelijk mee. Jij kan gelijk mee. Nou, mooi man. De taxi staat al te wachten. Dus we kunnen die kant op. Nou, en met een wheelie weg. Kom op, ga eens kijken die wheelie. Hoppa. Goed hoor. Kom op man. Dan moeten we uitkijken dat die bus niet achterover valt, Nick. En Nick, ik was net bij jou thuis. Dat ziet er heel gezellig uit. Ja. Maar jij voelt je nog wel eens eenzaam. Ja. Hoezo dat dan? Niemand om mee te spelen. Niemand om mee te spelen? Maar jij zoekt gewoon nog een maatje. Ja. Leuke dingen mee te doen. Ja. Nou, komt dat even goed uit, want vandaag ben ik het maatje van Nick en ga ik hem meenemen naar zijn favoriete plek, namelijk de speelgoedwinkel. De zus van Nick gaat ook mee en zij kan mij meer vertellen over wat hij precies heeft. Hey Nick. Hey. Kus. Hoe is het? Goed. Goed zo. Hoi. Ik ben Frans. Jacqueline. Hi. En Nick die is gezond geboren en heeft op zijn derde aantal lichamelijke problemen gehad waardoor hij in coma is geraakt en daar is hij beperkt uitgekomen. Okay. Ja, hij heeft een darmafsluiting gehad. Ja. En dat is allemaal verkeerd gelopen waardoor hij een soort bloedvergiftiging heeft gekregen en daar dus door in coma is geraakt. En door dat zuurstofgebrek zijn zijn hersencellen aangetast. Dus hij functioneert op ongeveer 6-jarige leeftijd. Jeetje zeg, dat is wel een heftig verhaal. Zeker, ja. Ik was zelf 5 toen dat gebeurde, dus ik ken hem ook niet anders dan zo. Ik ken hem niet anders, nee. Maar ja. Hey, en wat voor jongen is Nick? Nick is een hele vrolijke, gezellige jongen. Ja. Hè, Nick? Ja. Hij houdt er van een geintje. Ja. Zeker. En hij houdt van snelheid, hè? Wheelies, doet hij? Ja. Hey, maar Nick verveelt zich wel eens. Zeker, ja. Nick die heeft net iets hoger niveau dan de rest van de mensen op zijn groep. Ja. Terwijl hij daar ook best wel heel gezellig mee kan hebben, heeft hij soms net even iets meer uitdaging nodig. En wat voor maatje zou hij nodig hebben? Wat voor maatje zoekt hij? Ja, iemand die wat leuke dingen met hem kan ondernemen, die hem een beetje uitdaagt. Die hem een keertje mee kan nemen naar de markt of naar de stad gewoon. Dus ja, gewoon iemand die dingen met hem wil ondernemen en die gewoon gezellig met hem bezig kan zijn. Hé, hey Nick. Ja. Zie je waar we zijn? Ja. Zullen we maar eens gauw binnen gaan kijken? Ja. Kijken of ze nog mooie auto's hebben of zo. Ja, gaat allemaal goed. En dit is een. Ja. Maatje moet af en toe wel sterk zijn, Nick. Als je zo'n trap hebt. Hey, dit vindt hij echt leuk, hè? Dit vindt hij ontzettend leuk, ja. Alles met wielen vindt hij superleuk. En gewoon naar een speelgoedwinkel. Je kan hem hier neerzetten en dan kan hij een uur zichzelf vermaken. Hey, en hoe vaak in de week zou hij dit eigenlijk moeten doen? Ja, ik denk gewoon 1 keer in de week, minimaal. Hey, Nick, en wat zou je dan allemaal willen doen met je maatje? Auto's kijken. Een biertje. Biertje drinken? Ja. Wow. Lust jij bier? Ja. Oh, man toch. Auto's kijken en bier drinken. Wat wil je nog meer? Maar genoeg gekletst. Nick mag van mij iets leuks uitzoeken. En dat blijkt helemaal nog niet zo makkelijk. Een husky? Ja. Maar dan als puzzel? Ja. Vind je dat leuk? Goed idee. Gaan we niet doen nu. Oh, hier zie ik iets leuks. Eerste woordjes. Bloem. Ja. Zon. Ja. Vind je dat leuk? Nee. Nou ja. En dan valt Nick's oog eindelijk op zijn ultieme cadeau. Ja. De roze. Ja. Een roze. Een eenhoorn. Ja. Die vind je gaaf. Ja. Wel opvallend hoor. Dan ga je eerst auto's uitzoeken. Ja. Hele stoere. Ja. En dan komen we bij de knuffels en dan pak je een roze eenhoorn.
Ja, zeker. Nou, zo simpel kan het zijn. Even mee een speelgoedwinkel binnenlopen om even iets leuks uit te zoeken. Heb jij nou zoiets van, ik wil met Nick iets leuks doen? Geef je dan op onze website maatjesgezocht.nl en schrijf je daar snel in. Nick, deze is voor jou. Nee. Hé, hey, daar komt bekend voor. Hoe heet die? Ik zou hem Frans noemen. Ik zou hem Frans noemen. Nou ja, dan noemen we hem Francine. Ja. Dit is Samson. Hij is gevlucht uit Nigeria en na een lange omweg woont hij sinds kort in Nederland. It's different from where I'm coming from, so it's kind of it's like a very nice place for me. Samson wil hier graag inburgeren en zoekt daarom een maatje die hem daarbij kan helpen. Wow, Samson Cafe. It's named after me already. I need a body because I want someone who can teach me how to integrate with the society, about the culture, the tradition, and how to relate with people in this country. En die kennis is hard nodig, want Samson heeft grote plannen voor de toekomst. I really want to open an African cafe, very nice one where people can reconnect, family and friends, you know, to relax and have a nice day, you know. Samson zoekt dus een ondernemend maatje. I think they should have knowledge about the type of my business, like my coffee shop, you know. At least you also have some kind of a little knowledge about that. Dus wil jij Samson helpen met het leren kennen van de Nederlandse taal en cultuur? En weet je ook nog het nodige van het opzetten van een bedrijf? Meld je dan aan op maatjesgezocht.nl. Hoi, ik ben Jeanette Westerink. En dit is mijn maatje, mijn Alessie, Simba. Waar ik graag mee ga wandelen. Ik ben herstellende van een zware depressie. Doordat ik een aantal jaren geleden helemaal alleen ben voorkomen te staan. Ik ben overgebleven met Simba. Hierdoor mis ik eigenlijk directe contacten met iemand. En die zoek ik nou eigenlijk graag. Ho. Ik ben op zoek naar iemand om af en toe eens leuke dingen mee te gaan doen. Het liefst iets creatiefs. Ik ben dol op het maken van bijvoorbeeld wenskaarten. Jeanette zoekt een maatje om één keer in de week mee af te spreken. Iemand van rond de 40 die het leuk vindt om ook samen met mij creatief bezig te zijn. Ben jij de creabea die Jeanette zoekt? Ga dan naar maatjesgezocht.nl. Zo, die is klaar. Word jij mijn maatje? Ah, lekker. Komkommetje erbij. De verstandelijk beperkte Rianne woont in een zorgcentrum. Eén keer in de maand komt haar maatje Annelies langs om leuke meidendingen mee te doen. En vandaag mag ik, pof komt dat ik ben, meedoen. Nou, weet je, ik doe toch even een komkommetje af. Anders dan kan ik natuurlijk niet zien wat we allemaal zeggen. Zo, hè? Hey, Rianne, wat is nou voor jou typische meidendingen? Maskertjes, cupcakes bakken, gewoon shoppen. Een gesteed drink of zo. Mm-hmm. Ja. Chocola eten. Chocola eten. Kijk, dat zijn dingen waar ik dan ook wel weer van hou. Ja. Een beetje dichterbij? Ja. Even zo'n boemerangetje. Rianne, jij woont hier in een zorgcentrum, zeg maar even. Ja. En dan wil je toch een maatje hebben om leuke meiden dingen te doen. Ja, dat klopt. Waarom niet met bewoners die hier ook in dit huis wonen? Ja, omdat ik daar niet echt een klik mee heb. Ze zijn allemaal ouder dan mij. En ja, mijn moeder kan ook niet alles, want mijn moeder heeft nog meer kinderen. En ja, en als je dan een maatje hebt, dan kun je daar gewoon een beetje op terugvallen. Dan kun je daar de leuke dingen mee doen? Ja, ook de leuke dingen mee doen, ja. Oh, fijn. Na wat gepoetst, is het tijd voor de volgende activiteit. En de boter in een beslag kom en roer het geheel met de mixer op de laagste stand. Dus 2 jaar, ja. 100, dus dat is... Hoeveel milliliter is dat pak? Ik heb er niet heel veel verstand van, maar volgens mij klopt dit niet. Man, ik kan helemaal niks van. Ik doe het niet. Ik doe het wel. Doe het zelf? Ja. Zo. Annelies, wat vind jij hier nou zo leuk aan? Nou, ik vind het heel gezellig met Rianne. Ja, gewoon gezellig, even kletsen en ja. Beetje geinen met elkaar, want ja. Het is even wel humor, hè? Ja, precies. Echt een grappenmaker is het. Ja, leuk. En dat doe je één keer in de maand? Ja, klopt, ja. Heb je dan niet zoiets van, dat wil ik wel vaker doen?
Ja, ik zou het wel vaker willen doen. Maar ja, ik heb ook gewoon mijn andere dingetjes en werk en zo. Ja. Nou, ik denk dat het wel klaar is, denk ik. Ja, is hij klaar, denk je? Ja, hij is klaar. Zo. En dan schraap je het er zo af. Ik hoef niks te doen volgens mij, hè? Gaat helemaal goed? Nee. Ja, eentje boven. Ja, goed zo. Nee. Je zit te ver bovenin. Ja, hey, hallo. Nee hoor, is goed. Rianne? Ja? Wat betekent Annelies voor jou? Iemand waarbij je gewoon... ook gezellige dingen mee kan doen, maar ook iemand waar je ook je verhaal bij kwijt kan. Dus ook een vriendin, zeg maar. En hoe ben jij bij Rianne beland? Ik zag op Facebook een oproepje. En toen dat ze maatjes zochten bij Karianne. Dat vond ik wel leuk om te doen. En toen had je zoiets van, joh, ik ga eens kijken. En jullie hadden elkaar gelijk gevonden. Ja, je hebt een klik met iemand of je hebt het niet. Dus, en ik had wel gelijk een klik met hem. Nou. Tadaa! Dus echt een vriendinnetje gevonden, maatje. Ja, precies. Vriendelijk. Heet, heet, heet. Ja, die zullen wel heet zijn. Oh, is nog helemaal niet goed. Kijk nee, joh, die zijn nog niet goed. Maar die zijn toch nog lang niet goed? Nee. Nee, is niet goed. Nee. Nee. Ik vond het heel erg gezellig vandaag, dames. Ja, een beetje zo met elkaar het maskertje opsmeren. Ik heb een heel zacht huidje volgens mij. Hebben jullie? Dus dat is sowieso leuk om te doen. Zit je nou thuis te kijken en je hebt zoiets van, nou, ik wil ook wel dat maskertje doen of ik wil lekker kliederen met cupcakes of dat soort dingen. Ga dan naar onze website www.maatjesgezocht.nl en voor je het weet, ben je een maatje of heb je een maatje? Dames, ik rol hem nog even uit. Dan kunnen we daar nog een paar dingetjes uit halen. En dan komt het helemaal goed. Ja, toppie. Willem heeft 2 keer een herseninfarct gehad en kon daardoor niet meer werken. Toch blijft Willem zich focussen op de leuke dingen in het leven. Ja, muziek, dat betekent zoveel voor mij. Als ik muziek een dag niet heb gedraaid, is een dag niet geleefd. Door aan de bekken. Muziek heeft mij op de been gehouden, of weer op de been gebracht, na mijn herseninfarcten. In het verleden heb ik mijn tijd dus gevuld door het branden van cd's. Voor de kinderen, kleinkinderen, buren en kennissen. Maar ze hadden dus alle muziek nu uit de telefoon. En nu is het branden van cd's even voor mij opgehouden. En nu is er eigenlijk een gat ontstaan dat ik dus dat niet meer heb. Yeah. Sierra Madre. Ik ben op zoek naar een maatje, het liefst een vrouw. En dat we samen dus naar muziek kunnen luisteren. Muziek, of naar muziekfestijn gaan. Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in harmonica dagen. Deel jij Willems passie voor muziek en wil je af en toe met hem op pad? Ga dan naar maatjesgezocht.nl. Dit is Michel. Hij heeft een lichtverstandelijke beperking en is helemaal verzot op darten. 180! Dit is mijn dartbord. Daar ben ik heel blij mee. Michel grijpt elk vrij moment aan om pijltjes te gooien in zijn slaapkamer. Alleen wordt iedere dag in dezelfde kamer wel een beetje saai. Ik vind het donker leuk om ergens anders te darten. Ergens bijvoorbeeld in een café of een clubverband. En omdat Michel hier niet alleen naartoe kan, zoekt hij een maatje. Waaraan moet het maatje voldoen? Een maatje moet niet oud wezen. Iemand die spelletjes houdt, die een beetje grappig is. Want ik vertel ook wel eens moppen. Lachen en darten, een prima combinatie. Wil jij samen met Michel darten en zijn grote droom in vervulling laten gaan? Ik zou best wel weer zo'n beker willen winnen. Deze. Meld je dan aan op de website. 180! Zo, Tobias, wat wil je op je brood? Doe maar zo'n die salamiworst. Salamiworst? Ik smeer vandaag de boterhammen van Tobias en ga met hem mee op de fiets naar school.
Omdat hij nogal snel is afgeleid, is het volgens zijn moeder niet verantwoord dat hij alleen naar school fietst. Maar zij kan hem zelf helaas niet brengen. Het heeft te maken dat ik sinds januari mijn diagnose heb en dus beperkte energie heb. Ja, toen hadden we een probleem zo van, ja, nou kan ik niet meer mee fietsen. Maar je zegt, je hebt afgelopen januari een diagnose gehad dat je een energietekort hebt. Ja, diagnose MS, ja. Oké. Okay. En ik was natuurlijk daarvoor al een hele tijd heel erg moe. Dat ik dacht, dit is echt niet oké. En nou blijkt het MS te zijn. En dus denk ik, ja, nou heb ik voorlopig ook niet weer de energie om wel mee te fietsen. Dus ze dacht van, oké, nou hebben we een probleem. Na een oproepje voor een fietsmaatje kwam er verrassend snel een reactie. Maatje Gerry fietst nu 2 à 3 keer in de week met Tobias mee naar school. De overige dagen worden door anderen ingevuld. Ik heb de boterhammen erin zitten. En wat dan meer, het worstje? Ja, het worstje. Ah, lekker worstje. Goedemorgen. 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 Hi. Hi Gerry, ik ben Frans. Hallo. Hoi. Goedemorgen. Ik heb jou gehoord. Hoe ver is Tobias? Ja, ben je er bijna klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Goed zo. Oh, wacht even, niet zo snel. Doei mama. Doei. Doeg. 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 Hoe lang moeten we? Drie kwartier. Hoeveel? Drie kwartier. Drie kwartier? Wat doen jullie me aan? Drie kwartier fietsen ook. Nou ja. Het gaat hier niet vanzelf, hè? Ik bedoel... Heb je hier wel iets van openbaar vervoer? Ja, maar niet hier. Maar niet hier? Nee. Dus hier heb je niet iets van een bus of zo die je kan pakken? Nou, de Hoofdstraat. In het dorp zelf. Maar dat is geen optie dan, Tobias? Nee, want bij zijn school is er geen bushalte. Dan moet hij daar in Apeldoorn heel stuk lopen. In Apeldoorn? We fietsen nu in Apeldoorn? We gaan naar Apeldoorn. We fietsen naar Apeldoorn? Hey Gerry, jullie zijn fietsmaatjes? Ja. Hoe lang doe je dat al? Vanaf dit voorjaar. En hoe is dat zo tot stand gekomen dat jullie fietsmaatjes zijn geworden? Ja, ik kreeg via deze hulpvraag voorgeschoteld. Eigenlijk met de vraag, weet jij niet iemand die kan fietsen? Nou, dat wist ik dus niet. Maar ik denk op zich, fietsen vind ik zelf wel leuk. Oké. Okay. Ik vind jonge mensen heel erg leuk. Dus ik weet je, ik ga het gewoon zelf proberen. Maar vanaf die tijd fiets ik 2-3 keer in de week met Tobias mee. En dan haal je hem 's middags ook weer op? Nee. En hoe doe je dat 's middags dan, Tobias? Of ik fiets met een ander, of ik ga en met de auto. We stoppen de fiets in de auto en dan gaan we naar huis. We gaan naar rechts, dan moet je je hand uitsteken, Tobias. Ik moet toch maar. Anders dan weet die tractor niet waar je heen gaat, Tobias. Hey jongens, maar we zijn ongeveer al een half uur aan het fietsen. Ik kan wel even een pauze gebruiken eigenlijk. Zullen we even gaan zitten? Hij is ook niks gewend, hè? Nee. Even lekker zitten zo, een beetje bijkomen, hoor. Gerry, waar hebben jullie het allemaal over op de fiets? Ja, van alles en nog wat. Wat we onderweg tegenkomen. En, maar ook wel over wat hij op school moet doen, wat hij thuis beleeft. Hé, hey, en wat vind jij er nou zo leuk aan dat Gerry iedere keer met je mee fietst? Nou, dat het gewoon dat het kan. En ik vind het fijn dat ik dan niet zo alleen fiets. Want het is heel gezellig, omdat ze verhaaltjes vertelt en zo. Zullen we maar weer een stukje gaan fietsen? Ja. Fietsen, kom op. Anders ben je echt te laat op school. Spring maar achterop, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. Die ken je niet. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt... Dat is wel een lekker stukje fietsen, Tobias. Mm-hmm. Succes op school, kom op. Want volgens mij is de laatste bel al gegaan. Ga maar. Kom op jongens, rennen. Gerry, hij is wel lekker veilig op school. Ja, daar doen we het voor. Ik moet zeggen, het is een heerlijk joch. En weet je, als je op zo'n manier iemand kunt helpen en het zelf ook nog leuk vindt. Jongens, makkelijker kan het niet. Ja, dat is helemaal te gek. Zit je nou thuis te kijken en denk van, nou, ik wil ook zoiets doen. Gewoon iets kleins als lekker mee fietsen. Geef jezelf dan op onze website www.maatjesgezocht.nl. Het is een kleine moeite. Zullen wij terug fietsen? Wij gaan op de fiets. Gezellig. Nou. Dames, gaan voor. Dank u. Ik zal de poort maar dicht doen, anders lopen al die mannen weg natuurlijk. Ik kon niet hebben. Maatjes Gezocht is een initiatief van het Oranje Fonds en werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.